Tijd voor een nieuwe Expert Talk. In een Expert Talk vragen wij experts om hun mening over uiteenlopende onderwerpen. Ditmaal spreken we met twee deskundigen over BDO, over grensoverschrijdende fusies en overnames. Wij bespreken de kansen en mogelijkheden aan beide zijden van de grens. BDO Nederland en BDO België werken nauw samen op dit gebied. We vroegen hen naar interessante mogelijkheden voor ondernemers. In België zijn er zeker heel wat kansen de komende jaren voor Nederlandse ondernemers. Specifiek naar de Belgische markt voor Nederlandse bedrijven, denk ik een vestiging eigenlijk bijvoorbeeld in het Franstalige landsgedeelte in België. Daar kan het een must zijn om een lokale speler in te lijven en op die manier dus een voet aan de markt te krijgen. Overnames zijn absoluut meer en meer grensoverschrijdend. Dat is al een trend die al wat langer gaande is. Ook tussen onze Belgische collega's en Nederland zien we daar steeds meer de internationale contacten ontstaan. Omdat de natuurlijke grenzen die er van oudsher waren steeds meer vervagen. Een mooi voorbeeld van een Nederlandse klant die kansen zag in België is een klant die actief is in de online gamingmarkt. Is van oudsher actief in Nederland en ziet op dit moment kansen in België. Heeft die stap gezet, is daar actief. Het specifieke verschil tussen Nederland en België is in de regelgeving. België loopt daar heel erg voorop in de regelgeving ten opzichte van Nederland. En daar zie je dus de ondernemer schakelen tussen enerzijds wetgeving in België, wetgeving in Nederland. En de Nederlandse klant leert feitelijk al door de wetgeving in België al zeg maar, hoe in Nederland wellicht de wetgeving eruit gaat zien en heeft daardoor een voorsprong. De kansen liggen niet alleen op de Belgische markt. Ook de Nederlandse markt biedt genoeg opportuniteiten voor ondernemers. In de Nederlandse markt denk ik dat er voor Belgische bedrijven ook heel wat opportuniteiten zijn. Het is dus zo dat in België eigenlijk ook de klemtoon de laatste jaren op innovatie heeft gelegen. En ik denk dat er zeker mogelijke en mooie synergieën te realiseren zijn met Nederlandse bedrijven. Wij speuren dan ook de Nederlandse markt heel vaak af. In samenwerking met onze Nederlandse collega's doen wij vaak een marktscreening. Het is inderdaad zo dat ofwel Nederlandse fondsen actief worden in België of Belgische fondsen actief worden in Nederland. Dus een geïntegreerde aanpak is daar zeker op zijn plaats en wordt ook enorm geapprecieerd omdat wij uiteraard ook vaak een aanbrenger zijn van dossierflow voor hen. De samenwerking tussen BDO België en BDO Nederland is intensief. Van oudsher zijn we natuurlijk allemaal in onze eigen huismarkt bezig. Maar met het internationale worden van de transacties zie je ook steeds meer behoefte en noodzaak tot samenwerken. En dat resulteert er inmiddels in dat wij met zeer grote regelmaat contact hebben. Telefonisch, fysiek, uitwisselen van profielen. Wat ook uiteindelijk onze klanten van profiteren. Recent hebben wij eigenlijk een vraag gekregen van een van onze cliënten die een overname wou realiseren in de groothandel in schoonmaakproducten. Nu een markt die in België eigenlijk al vrij sterk geconsolideerd en geconcentreerd is. Tot onze grote en blijde verrassing bleek dat dus in Nederland die markt nog veel meer versnipperd was. Dus waar er geen opportuniteiten meer waren op de thuismarkt, bleek er eens een brede weg open te liggen op de Nederlandse markt. Men dient een grensoverschrijdende samenwerking goed voor te bereiden. Nederland en België zijn dan wel buurlanden, maar dit betekent niet dat men op exact dezelfde manier zaken doet. Het is niet omdat wij bijvoorbeeld vanuit Vlaanderen dezelfde taal spreken, dat het ook dezelfde wetgeving is. En er zijn inderdaad heel wat verschillen en aandachtspunten. En zoals in alle zaken is de goede voorbereiding de sleutel tot succes. Met name op het moment dat een ondernemer eigenlijk beoogt zijn onderneming te willen verkopen, dan is het van belang om daar vroegtijdig al een aantal stappen in te zetten, zodat uiteindelijk die verkoop op termijn eenvoudiger, makkelijker en daardoor tegen betere voorwaarden kan worden afgerond.